We zijn hier vandaag in Sunparkse Kempense Meren te Mol, waar gisteren de kersverse finalisten voor Mr. Gay 2020 verkozen zijn. Tijd om ze beter te leren kennen. Naast mij zit Daan. Goedemiddag, Daan. Dag, Matthias. Hoe heb je het afgelopen weekend reeds ervaren? Goed, het was plezant. Een beetje stressen voor het eindmoment, maar over het algemeen heb ik mij goed gehad. Oké, perfect. Mensen willen natuurlijk weten wie is Daan en waarom doet hij mee. Dus vertel eens kort een beetje over jezelf. Ik ben Daan, 22 en ik woon momenteel in Dendermonde. En ik doe mee omdat mijn coming-out heel makkelijk was. Maar ik merk dat dat voor vele mensen nog niet zo is en dat wil ik veranderen. Oké. Je komt uit Dendermonde. Dendermonde ligt in Oost-Vlaanderen. Misschien weet je dat de vorige twee misters uit Oost-Vlaanderen kwamen. Ben jij nummer drie op rij? Hopelijk. Oké, dat zullen we zien op 23 mei. Wat zijn je hobby's? Ik rijd vooral paard en daarbij loop ik ook nog. Oké, paardrijden. Ik ken niet zoveel van paarden. Ik weet dat er jumping en dressuur bestaat. Welke onderdelen voer jij uit? Voornamelijk dressuur. Oké, perfect. Je thema gaat erover dat jouw coming-out eigenlijk vlot verlopen is en je wil dat positief beeld schetsen. Is dat waar rond je gaat werken de komende weken, de komende maanden? Dat staat toch centraal en ook vooral het in hokjes geplaatst worden en de discriminatie naar holibi jongeren. Die punten zijn belangrijk. Oké, perfect. Moest je op reis gaan, naar welk land zou je willen gaan en waarom? Ik zou naar Italië gaan, omdat ik wel van de keuken hou. Oké, liefhebber van pizza en lasagne. Perfect. Kijk er naar uit wat je allemaal gaat doen de komende weken, maanden. En ik ben benieuwd waar je zult stranden op 23 mei. Veel succes alvast en dankjewel. Dankjewel.